Oh, fijne mensen. Even kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Helemaal. Ja, even vloggen. Nog steeds niet geslapen. Want ja, flip helemaal de pan uit. En als je flipt, kun je niet slapen. Plus, er kwam bij, om 3 uur kwam er weer iemand ophalen van de staf. En we waren met een barbecue. Dus, kut, ik heb wel gelegen, maar niet geslapen. Wat is nou, ik flip van die hele zaak van Joost. Alles wat ik heb gezegd, hoe het ging gebeuren, is gegaan, zoals ik het zei. Vanaf de rechtbank met die wraking, wat ik bij Erik Dong bij JDTV heb gezegd. Het is allemaal zo gegaan. Het is gezegd wat ik vandaag, het is gebeurd wat ik daarna heb gezegd. Dat als Joost niet zelf in persoon hier aangifte kwam doen. En op de koop toenam dat hij misschien een halfjaartje zat, volgens of zo, en het onderzoek ging lopen. Zou beter zijn en dat ze hem straks in Spanje komen halen. En dan doen ze het bewijsmateriaal verwijderen en vernietigen. Weten ze niet natuurlijk dat iedereen wel een puzzelstukje heeft van het bewijs. Maakt niet uit. Maar dat is kut. Joost zit dus vast. Daar kwam ik vanmorgen achter. Ik had gisteren om 3:30 een berichtje gestuurd via app. Maar het laatste bericht wat ik van hem had gekregen was, ik geloof van 7 augustus of zo, een paar dagen geleden. Toen was Pieter nog daar. En toen wilde hij mij het nummer geven van Pieter. Hij zei, ik geef je het nummer. En erop volgde niks meer. En dat is een paar dagen geleden nou. 3 dagen denk ik. En dus heb ik hem gisteren geappt en geen berichten vanmorgen. En toen ja, bleek dat hij vast zat en dat precies zo is gegaan. Maar even een emergency broadcasting. Pieter, ik weet dat je bent oud geworden 2 dagen daarna, nadat Joost dat zei, want ik geef je zijn nummer. Ik weet dat er plannen waren over zo, ik weet niet hoe en wat natuurlijk. Ik weet wel wat ik wil en we moeten nou alle hands aan dek, echt waar, zorgen dat, expose, dat we dat doen. Ik weet niet wat de plannen zijn, maar ik heb zelf plannen en Pieter, ik heb je meegestuurd dus straks. Pieters nieuwsnetwerk. Kom op, ik weet dat je abo bent. Dus neem contact met me op dat we dat gaan doen. Want het moet nou. We zijn een verplichting. Want hij had een vieze rat naast zich gehad. Al die tijd die hem valselijk geïnformeerd had. En wat ik heel vaak heb geflipt. En waarover gewaarschuwd heb. En noem maar op. Heel veel ruzies voor heb gehad. Maar ik doe het niet voor niks met Joost. Ik weet dat het klopt. En ik ken de bewijzen. En als een jongen. Een 44 jonge man tegen zijn mama zegt, mama, je weet dat ik niet lieg en zo allemaal, weet je, dat je ziet zo'n jongen, je ziet dan bij dat red person alles, wel eens kijken, dan zie je hoe letterlijk, zie je hoe kapot is het gaat, dat hij allemaal over zich heen krijgt. En dat is geen fabeltje, geen junker praten, voor het ze allemaal zeggen, die vieze rikken. Die hebben zelf nooit iets meegemaakt, fijne jeugd, ja, screw you, fuck jullie, wees blij daarmee. Maar Pieter, neem contact op met me, want dit is zonde. We moeten verder gaan hiermee en dat gaan we zeker doen. Zeker als het met mij ligt. Fuck die anderen. Ook allemaal die haters wat zeggen, ja hij liegt en dit en dat. Nou, mooi van jullie. Laat mij dan de dombo zijn en hem geloven, zomaar te zeggen. En nog een ding. De fangroep en zo. Kom. 7 september naar Den Haag. Alternatieve eenheid is, geeft er wat rugbaarheid aan als jullie willen. Thanks. We moeten, zijn we het niet eens, moeten we toch een vuist maken en ja, eindelijk gaan doen wat gedaan moet worden. Wat die anderen niet doen. En koffie drinken. 2 straten van Grapperhaus vandaan. En dat weet je dan niet? Nee, ga weg. Flikker toch op, joh. Kut control opposition. Mensen, fijne zondag nog. Voor mij niet. Het is einde verhaal. Ik ben net terug, dus ik ga lekker slapen. Maar Pieter, als je het ziet, we moeten dit doen. We zijn er verschuldigd. Ook al heeft Misha in de val gelopen. Wij moeten verder gaan. En ik weet, jij denkt ook anders over Misha. Maar geloof me nou. He's bad, the motherfucker.